I'm Coin. En welkom bij een 1 minuut review van Banjotown. Ik ben een gastheer. Ja, jullie, wij gaan het hebben over Lego Batman 3. Lego Batman 3 is een Lego game deel 3. Deel 2 en deel 1 zijn hiervoor geweest. En nu is er een deel 3 uitgebracht. En Lego Batman 3 kan je zelfs meer dan 150 personages spelen. Wat heel erg raar is, want je kan als Superman spelen in dit spel waar eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want het is een Batman game. Maar dames en heren, dat weerhoudt ons niet van de Lego game. En in de Lego game zijn alle dingen gemaakt van Lego. Althans, dat zou je denken. Maar de graphics zijn eigenlijk gewoon van graphic materiaal gebruikt. En niet van Lego materiaal. De dingen waarmee je kan interacten zijn wel van Lego gemaakt, maar alles daaromheen niet. Wat een beetje vreemd is, want ik heb natuurlijk altijd Lego gespeeld en met Lego dacht ik altijd zo van, hé, dat zijn blokjes. Maar ja, als je dan zo'n Lego spel zit, dan zie je niet over de blokjes, dan zie je gewoon al zo'n eigenlijk een berg van dat gewoon heel normaal is. Alsof je Minecraft speelt en dat er dan opeens gewoon iets heel moois rond zit voorkomt. Dat kan gewoon helemaal niet. Dat is gewoon helemaal niet goed. Het is een Lego game. Kom op, dames en heren. Er is geen ene zak aan. Het is voor kinderen en ik ga het niet spelen. Het was een kutspel. Doei!